Heute ist für Frieda ein ganz besonderer Tag. Groep 7 en 8 van de Nova Montessori School in Venlo krijgen vandaag Duitse les. Gegeven door docenten en leerlingen van het Faluwalscollege. Om ze alvast kennis te laten maken met de Duitse taal. Want veel van deze kinderen komen nu al vaak in Duitsland. Elke woensdag wel. En dan in het weekend. Ik ga vaak naar Duitsland toe als ik ga eten in Duitsland. Als wij gaan winkelen, want daar is het altijd iets goedkoper. Maar ook om goed voorbereid te zijn voor de brugklas. Want hoe dichtbij Duitsland voor deze leerlingen is, hoe lastig ze Duits op de middelbare school vinden. Ze zijn met name bezig met het Engels. Dat is heel makkelijk voor de meeste kinderen. Ja, en dat Duits toch best wel wat raakvlak heeft, ook met bijvoorbeeld het Venlo's. Ja, dat zien leerlingen niet direct. Ja, dat merken we wel dan in de brugklas. De Nova Montessori School is de eerste Limburgse basisschool die zich EU-regio profielschool mag noemen. Naast een partnerschap met een Duitse school hebben ze contact met hun buren via een online verbinding en krijgen ze met enige regelmaat Duitse les op school. Ja, iedereen die in de grensregio woont en leeft, heeft gewoon met Duitsland te maken. Of je gaat er naartoe, of ze komen hier naartoe. Televisie iets minder. In mijn tijd, toen ik klein was, was het vooral Duitse televisie. Ja, en dat heb je niet meer. Dat mis je nu? Ja, de jeugd mist dat wel, ja. En dan zit een oplossing? Dit kan een oplossing zijn. Niet voor iedereen, maar voor een hele grote groep kinderen wel, denk ik. Affe is aap, maus is muis. Wat vind je van deze lessen eigenlijk? Ik vind het eigenlijk wel leuk. Het is heel leerzaam. Ja, want ook als je iets jonger bent, dan leer je ook heel veel makkelijker. Als het aan de Nova Montessori School ligt, wordt de Duitse taal een vast onderdeel in de klas. Nu is dat nog zo'n 6 keer per jaar. Maar de eerste winst, die is er al. Deze rap zit er al goed in. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z, Z.